ik voel me best dat zag niet oké. Okay, I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hi Lippetatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we gaan vandaag iets leuks doen. En ik weet niet wat. En René weet niet wat. En nou, daar gaan we nu toe. Maar we gaan eerst even je moeder ophalen. Gaan we moeder ophalen? Ja, joh, is toch leuk. Die zit al de hele tijd zo alleen binnen en zo. En, wil ze dat wel? Nou, denk jij nou echt dat ik gewoon zomaar gewoon denk van nou, ik ga er gewoon naartoe. Ja, dat had wel gekund trouwens. Hi. We lopen in Scheveningen. Ja. En ik weet nog steeds niks. We gaan gewoon even lekker relaxed wat drinken. En het leek mij een leuk idee om deze dag van de vakantie terug te gaan. Waar wij onze eerste dingen hebben. Hoe heb zo, want er staat veel wind. Ja, er staat veel wind. We staan er toch niks van zo. Dus ja, dat leek me gewoon leuk. En je moeder die zat al een paar dagen thuis. Ze denkt die moet er gewoon bij, is toch gezellig. Die moet er even uit. Even eruit, even uitwaaien. Vlam. Poepie. Ja. Ik heb een klein beetje gelogen. Wat dan? Hey Erik. Ja toch? Net als hey. Kom dus. Hi. Wat? Ben je net wakker? Gozerd. Hey man. Ja, ik weet niet. Olivier. Hi schat. Wat is dat? Heel vergeten. Sorry. Hey. Maar ding bij me. René denkt nog steeds dat we in het reuzenrad gaan eigenlijk. Nee, we gaan nog dat ding daarnaast. We gaan juffen. We gaan juffen. Ja. Ik wist het. Vandaar moest je ook je spul bij je aan. Is het koffie? Ik wist het. Je neemt je action cam mee, toen dacht ik. Ja. Scheveningen. Goed, vind je ervan? Pak hem even vast. De koffie? Ja, dat is maar goed dat we de voogd van Jesse Silver al hebben bedacht. Sta ik in je testament, sta ik in je testament. Oh ja, die auto. De auto, ja. Wat baby? Wat is er zin in? Hoeveel aardig naar de wc ineens? Ik wil in het testament. Ik wil in het testament. Altijd lekker afscheid nemen. Waar is de cake? Die cake in koffie. Ja. Gria. Ja. Rustig, hè? Ja, maar ik heb alleen haar vast, hè? Ja. Dat is dus wel spannend, maar rustig aan. Ik dat ik nog niet ben, ik ga langs je ogen dicht knijpen. Hou eens op, je moet mij niet zenuwachtig maken nou. Ja, rustig aan, ik heb net 5 jaar jongens. Ja, 10 uur. Ja, heel toevallig van een vader van 7 die je neemt. En die dachten van, ah, vastgrijpen, dat gaat niet. En we moeten ons gewoon loslaten, niet springen, gewoon loslaten. Kan ik mijn andere hand nog even aan vasthouden? Als je wil mag je die vasthouden, als je wil mag je hem vasthouden. Je mag hem niet vasthouden, je mag hem zo. Nou, maakt mij helemaal niks uit als je deze mag doen. Als je die achter van haar vasthoudt, deze mag doen. Dus we staan eigenlijk naast elkaar. Ja. En als je eenmaal in de lucht met elkaar wil knuffelen, dan ga je toch voor zichzelf. Nou jongens, hoe voel je? Ik voel me best dat zag niet oké. Mijn hart gaat echt weer, maar ik probeer niet naar beneden te kijken. Ik kijk gewoon jaren in de wordt dat gezegd in de camera of? Nou, Jesse Silver, we houden van je. Ja, we hebben je ook wel uit. Ja, maar ja, dat is wel mijn plan. Mag jullie allebei met die hielen naast elkaar op de rand gaan staan? Je moet eventjes een sein te geven aan je moeder ofzo. Ja, dat is dat wel. Ik ben ook zo naar achteren. Wat best is voor jou? Dan is het gestrekt. Wat dan? Ja, of een hoofdje of een naasje. Als je allemaal gestrekt bent, dan zwaaien. 3, 2, 1. Ah!
Jezus. Ah. Dat is het droog. Was het? Ja, het was echt veel enger dan ik dacht. Ja. Ja. Overleef, kijk even naar de camera. Oh fuck. Hallo, ze hebben het overleefd. We leven nog. Kon je nog ademen, man? Oh my god! Wil je nog wat zeggen? Wil je nog wat zeggen? Ja, ik durfde niet meer. Ik stond daar boven. Zat hij zo? Ik denk ja. Laat die mij in mijn zenuwachten. Nou ja, je hoeft niet vanavond. Nee. Zo, daar liggen we dan weer. Veilig en weer op de bank. Ja. Zo, kopstoot. Deze dag was weer sick. We hebben wel gebungee jumped, gek. Huh? We did it. We check on the bucket list. Ja. Volgende die wordt hoger, schat. Deze was 60 meter. Ik vind het wel leuk om gewoon een keer gedaan te hebben. Voor mij hoeft het niet hoger of zo. Wel. En skydiven dan? Ja, dat weet ik nog niet hoor. Parachute springen? Ja, dat weet ik allemaal niet. Nou, ik ga hem gewoon regelen. Zegt hij nu met zijn grote mond. Je stond de hele tijd te shaken boven. Jij stond te bibberen daar, man. Nee, helemaal niet. Jij kreeg het fucking... Jij kreeg het hartstikke benauwd boven daar ineens. Je stond gewoon te bibberen als een fucking rietje, jij, man. Nee, jij durfde gewoon niet meer, jij. Jij wilde gewoon bijna niet gaan, jij. Oh, oh, mijn piercing. Is het waar of is het niet waar? Ja, je stond gewoon te beelden. Nee, jij. Als een fucking bang. De beelden die je hebt op internet. De beelden die laten het zien. Ja. We hebben het al gedaan. Ja. Ja, ik dacht, ik krijg gewoon niet meer. Ja, het is aan te raden. Het is gewoon echt... Het is gewoon kicken. Echt die adrenaline rush als je naar boven gaat, als je helemaal boven staat en je denkt van ik ga dit gewoon niet doen. En op een gegeven moment telt hij af en die veiligheid ding gaat erop. Overigens wel echt hele coole mensen die daar werken. Echt super chill, heel geruststellend en zo. En ze leggen het goed uit en we hebben foto's hebben natuurlijk ook meegekregen. Dus ja, het is echt super vet allemaal. On a different note, het is het einde van de maand. Het einde van de maand, ja. En... Dat we dit opnemen in ieder geval. Ja. Niet dat dit online komt, denk ik. Oh zo. Nou ja, los daarvan. Het is inderdaad het einde van augustus. En we hebben een keuze gemaakt wie de voetbalshirts gaat winnen. En het Mina-shirt gaat naar onze vaste trouwe fan, John. Want John. Nou, die had een goed verhaal. Niet zo'n leuk verhaal. Daarom vonden wij dat jij een shirtje van Milan verdient. En bedankt voor het delen. En sowieso bedankt voor het delen. Dus neem even contact met ons op via DM. Instagram is wel het makkelijkste. Of stuur even een mailtje naar sergioengene@gmail.com voor je adresgegevens. En het shirtje van Liverpool gaat naar... Kevin Zonneveld. Kevin, gefeliciteerd. Ook jij eventjes contact opnemen via Insta of via de e-mail. En dan zorgen wij dat het shirtje zo snel mogelijk jouw kant op komt. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En ik heb ook nog, nou we eigenlijk, een heel cool schaapvel gekregen. Helemaal zelf gemaakt. Ja, het schaap is er niet voor geslacht. Het is nee, gewoon, tuurlijk niet. Het is gewoon netjes geschoren. Ja. En het is gewoon... Ik was bang voor die schaapjes, dus die konden wel wat missen. Een echt schapenvachtje. Speciaal voor ons gemaakt. Met staartje. Dat is echt heel veel tijd. Ja, je hebt er al even op zitten wachten, hè? Ja. En nu ligt hij er eindelijk. Nu ligt hij daar. Ja. Ja, ook heel mooi. Ja, toppie. Dus we zijn weer helemaal blij. Ja, ik denk dat het verder tijd is dat we gewoon lekker naar bed gaan.
Want een beetje slaaptekort. Oh man. Gisteren was een kort nachtje. En vandaag was het een drukke dag met veel adrenaline. Kan ze goed ingeluid, Poepie? Ja, dat was een goed idee van mij, hè? Ja. Vond je dit een leuke vlog? Doe duimpje omhoog! Vergeet niet te abonneren! Extreme abonnements on the YouTube channel. En put on the belletje so you get all the announcements from the nieuwe vlogs. Abonnements. On your push notifications in the phone. Oké. En thank you for watching. En altijd even reageren, want dat vinden wij super leuk. Zeker weten. En we reageren vrijwel altijd. Dus doe dat even. En dan zien we jou weer gezellig bij de volgende vlog. En see you on the volgende vlog. Yeah! Oké. Super thanks. Ciao, 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 ciao,